Tijdens de collega's, familie en sympathisanten. Aan iedereen heel hartelijk welkom op deze actie. Een actie die spontaan ontstaan is tijdens onze personeelsvergadering en die ook door personeel van verschillende leefgroepen is georganiseerd. Wel met medeweten van de syndicale delegatie en met steun van Ine, onze vakbondssecretaris. Toen we het bericht ontvingen van de uitspraak van de rechter dat zo negatief was als negatief maar kan zijn, hadden velen van ons het gevoel van: wat moeten we hier nu mee? De wet hier leeft aan plan, want de hoge heren die moeten het nog leren, dat ze ons niet kunnen chanteren. Want de hoge heren die moeten het nog leren, dat ze ons niet kunnen chanteren. En de plan. En de normen van de gasthuiszusters van Antwerpen, die eigenlijk wel een beetje in schril contrast staan met de zaken die nu wij hier meemaken in de instelling en ook in de andere instellingen van de groep. We hebben gesproken over chanteren en over een Pinksterplan. Iets oudere collega's onder ons die gehoopt hadden om met een gunstige regeling binnenkort op brugpensioen te kunnen gaan, dat komt op de helling te staan, want die directie wil de cao's niet voor 2 jaar verlengen totdat wij een akkoord hebben omtrent plan en omtrent de voorstellen die zij doen. Daar zijn we natuurlijk enorm kwaad om. De rechter heeft ons ongelijk gegeven in het loondossier. En dat is inderdaad, dan krijgen we gevoelens van verdriet, wanhoop, kwaadheid, woede zelf, omtrent die uitspraak. Ongeloof, onbegrip. Nu, dat is een uitspraak van de rechter. En zoals Maria er straks al zei, die uitspraak is er. Omdat we natuurlijk wel een punt achter moeten zetten, gaan we dat hier vanavond ook symbolisch doen door het dossier te verbranden. Op het eind van onze fakkeltocht staan we rond het vuur geschaard.